De opleiding van VVU Venlo verdient natuurlijk ook de nodige aandacht in onze programma's van voetbalroute en op de website uiteraard. Ik zit hier met Roger Bongaerts, hoofdopleiding van VVV. Goedemorgen. Hoi. Vorig seizoen ook al in onze uitzending geweest. We hebben een item gemaakt over de ochtendtraining. Maar we willen meer. We willen meer weten van die opleiding van VVV. Want er gaat misschien wel, of misschien, er gaat wel wat veranderen nu VVV, nu de eerste elftal naar de Eredivisie is gegaan. Zal daar onderin ook, zullen er ook de nodige veranderingen plaats gaan vinden, begrepen? Ja goed, ik denk dat ten eerste de verwachtingen hoger zijn. Als je Eredivisie speelt en spelers vanuit je eigen jeugd in de Eredivisie wil hebben, zul je beter moeten opleiden. Voor een hoger niveau, nou goed, die verantwoordelijkheid die zullen wij altijd nemen. Maar we zijn natuurlijk ook aan het kijken hoe we ons als club, hoe we opleiding toekomstbestendig kunnen maken. En daar zullen wat aanpassingen en veranderingen in nodig zijn. Ja. Kun je al specifiek iets vertellen waar we aan moeten denken dan? Wij gaan dit jaar anders werken binnen de jeugd. We gaan werken met coördinatoren, dat is één. We gaan andere ontwikkelplannen hebben ontwikkeld voor onze jeugdspelers. Maar daarnaast zijn we aan het kijken wat de mogelijkheid is om de accommodatie te veranderen. Ja. Omdat dit stadion eigenlijk te klein is voor Eredivisie, inclusief een jeugdopleiding. Oké. Dan hebben we het over hierachter, dat het misschien een verschoven wordt, dat jeugdaccommodatie naar Vos, Venlose Boys, of? Klopt. Overkant, daar trainen wij al veel met de jeugd. Dat is het grootste gedeelte van onze trainingen. Dus wij zijn nu de mogelijkheden aan het bekijken om binnen het stadion meer rust te creëren voor het eerste elftal, alleen het eerste elftal. En met de opleiding naar de overkant te gaan om daar accommodatie neer te zetten die en past bij de Eredivisieclub, die past bij het opleiden voor de Eredivisie, maar ook toekomstbestendig is. Ja. Dan hoorde ik iets over een samenwerking met andere sportverenigingen. Kun je daar al iets over kwijt? Ja goed, we hebben een tijd geleden een keer initiatief genomen om met hockey. Ik ben als hockeyclub te gaan zitten, daar heb ik een keer gepresenteerd. We hebben gezeten met de handbal. We hebben nu eigenlijk gezamenlijk het initiatief opgenomen om handbal, volleybal, de scholen, hockey, voetbal uiteraard, VVV, om samen te gaan zitten hoe we kunnen zorgen dat er een bepaalde kruisbestuiving bestaat tussen de takken van sport. Om bij elkaar in de keuken te kijken, maar ook om de opleidingen gewoon te verbeteren. En dan heb ik het over technisch-tactisch, maar ook over sportmentale aspecten, fysieke aspecten. Ja, eigenlijk alles wat onze opleidingen beter maakt. Ja, oké. Nou goed, dat gaan we nauwlettend in de gaten houden. Ja. En ook aan de kijker laten zien. Aan de hand van Roger, zijn jeugdtrainers. Ja, en die spelers, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, die willen natuurlijk ook aan bod laten komen. We gaan een item presenteren. Ja. De beweging van de week. En dan moeten we niet denken aan iemand die de bal in zijn nek legt. Hè? Nee, dat is ook leuk, maar wij gaan het hebben over echte techniek. Dus echte techniektraining. En, kijken wat we wedstrijdtechniek, zoals Johan Cruijff dat ooit mooi noemde. Echte techniek. Ja, nou goed, alles met de bedoeling om uiteindelijk hier in die prachtige club terecht te komen. Want daar moeten zoveel mogelijk eigen spelers komen te staan, toch? Heel graag, ja.